laat maar gaan. En een geweldige slager dit jaar. Ook gistermorgen bij de sleuteloverdracht in het gemeentehuis hebben ze de slager nog een keer gezongen. Niet met de tweeën, maar met hun drieën. Want er worden wethouder, Jaap Kleine, daar worden ook die. Want ze niet gewet sinds het begin van het jaar maakt Jaap Kleine deel uit van de Kletsclub. Is het geen trio, is het geen duo meer, maar is het een trio. Heeft ze nog eruit? Ja. Ik niet. Je zit voor even, volgens mij is dat Huppie, brons in beeld. Er staat niet op het formulier, maar ik verkoos hem toevallig. Huppie heeft niet ingeschreven, dat heb ik zwarte met. Ja, maar het was heel veel plezier. Alla, ja, Huppie. Absoluut. Nou, klein look in de optocht. Leukske, zullen we maar zeggen. Hè? Klein leukske. Dat hoort er in Valkenberg ook bij. Maar als we de bittere politiek willen uitleggen, kunnen we zeggen een look. Anno 2009 kennen we ook als een pool uitleggen. Ja, dat klopt. Ja, we hebben een beetje actueel weer. Het nummer in het vervolg en dit is een optocht als er een look vult. Er is een pool in een optocht. Ja. Wat komen we krijgen? Ik zie van Prins Koen. Dat is de prinsenwagen van de jeugdprins. Even uit houten. Prins Koen de eerste, hij krijgt door het normale leven als Koen Gielissen en prinses Janine. En dat is Janine Penders. Janine is de dochter van de eigenaresse van de Futuren Houten. En de ouders van Koen en Janine zijn toch wel bekende lui in het Houtense. Koen is heel behendig in het gamen op de computer en hij is helemaal gek van de Formule 1. Dat kind je zien aan de wagen wat ze hebben. Hij is geboeid op een grote Formule 1 band. Hij heeft trouwens zelf metgeholpen aan de boel van de wagen. Hij wist toen alleen en niet dat er prins kon gebeuren, want het heeft al pas de zaterdag voor de uitroepen gewerkt. En voor op de wagen zit je ook een tankstation. Een tank, een pompstoon, laten we maar zo zeggen. Alaaf. Dus die hebben aan alles gedacht. Niet aan een Ferrari, maar die hebben ook gedacht aan een benzinepomp. Ja, dat is hartstikke leuk. Alaaf, nou, de Boschrijfjes in Houten in 2009 perfect voor de dag gekomen. Prins Koen de Eerste en prinses Janine, die zijn trouwens al jaren lid van de Raad van Elf. Dus het is toch wel... Leuk te zien hoe prinses en prins zijn geworden. Ja, en er zijn vooral het rozigs aankomens. Dat is de Barbie Zoet Houten, zulke hunne ken. Het zijn een aantal meisjes van een jaar, van ongeveer 12 à 13 jaar oud. De meeste van de meisjes zijn uit Houten, maar 2 of 3 uit Valkenberg. Ze hebben de wagen zelf gemaakt met een beetje hulp van de opa's en de papa's. En Nicky en Chidé hebben de Barbie Girls zelf opgericht. En ze zijn dus op zoek naar hun kern. Ja, maar dan vroeg ik me af wat die oma's gedaan hebben. Ah, die zullen wel geholpen met de kleien, denk ik. Ja, ja. Ah, wel leuk. Al zo jong, 12, 13 jaar en dan al met de optocht met. Dus dat belooft nog echt veel de toekomst. Ja. En gelukkig in een jeugdgroep uit Houten. Het is trouwens al de tweede jeugdgroep uit Houten, maar er zijn mensen komen. Dus in Houten is al aardig de jeugd goed vertegenwoordigd. Nou, ik zie het ook even met de shot. Dat van de televisie, voor ons hebben gestoord om alles goed in beeld. Of althans wat in beeld gebracht wordt, goed te kunnen zien. Ik heb hier nog geen ken gezien, wel een hele hoop Barbies. En wat die twee daar en daar zijn. Het eind zit ook dat onder open. Nee, zit het aan dat moet boven open. En hieronder zit hier ook Roel in beeld met de blauwe tuut. En niet alleen Nancy en ik hebben hier het werk te doen vandaag. Nee, Wilma Gerards, Linda Offermans, Theo van der Roer, Roel van Weers, André Blome, Chantal Gerards, Veronique Goosens, Marian Bemermans, Jannik Pinkas en Selma Filippi. Die zetten hun beste beentje voor om dit in beeld te brengen.
Gewone nummer 109, de publieksjury. Nancy staat erbij om te volgen. Mag ik je vragen? Ik zie net hier de publieksjury zitten. Ja. Wat let je nou allemaal op? Nou, we kijken een beetje door de moot. Of ze de goede emotie bij de auto hebben. De goede kiekrot natuurlijk. Want we gaan niet voor de kwantiteit, maar we gaan voor de kwaliteit natuurlijk. En zit er al het groot publiek bij? Het eerste stuk is reuze metgevallen. Alleen maar 11 gescoord. Ze geven ook punten natuurlijk. En de eerste stuk is super al. Dus dat beloof je? Of gaat we de rest van de loop door? Ja, maar we gaan maar hier. Ja, gewoon maar goed jureren. Nog een groot stuk jureren natuurlijk. Hè. Doe dat maar. Hoi. Volgens mij, Nancy, heb je daar 11 punten voor gekregen. De publieksjury en alle groepen en ook Harmonie en Kapelle en Angstigingers die worden door een jury beoordeeld in de Valkenbergse optocht. En vanaf dinsdagmorgen kunt je dat ook lezen op de internetpagina van TV Valkenberg welke prijs of er gevallen zijn in deze grote optocht. Er staan overal verdek en onverdek langs de route, dus als je gaat uitbeeld, doet het de ganse optocht perfect, krijg je ook de meeste aantal punten. En we zien hier al de prinsenwagen van de Bosraven in beeld komen. Ja, dan komt de prinses uit Houten. We hebben dit jaar alweer eens een prinses. Prinses Juanita is kapster in beeld. En hoofddame Trees, die kent je misschien ook wel. Van een paar jaar terug was hij de prinses. Samen met haar man Erik worden ze toen prins en prinses in Houten. Ze hebben samen twee kinderen. Dus de burgerprins Erik en prinses... Oh, ik dacht al. Nee, zeg het misschien fout. Nee. Prins Erik en prinses Trees van een paar jaar terug. Die hebben samen twee kinderen, Serena en Stefan. En prinses Juanita, die heeft nog geen kinderen. Volgens mij is ze nog helemaal vrijgezel. Dus het kan misschien wel nooit dit carnavalsjaar. Ja, schone magen, ja, helemaal versierd met bloemen. En prinses Juanita en hoofddame Trees staan in een hele schone diamant. Ze worden het eerste prinsenpaar wat in dit seizoen zijn uitgeroepen dan. Dat wordt al in november. In november, Houten is altijd heel vreugd. Ik geloof dat ze een paar maanden groeten willen gaan doen. Kent je het televisieprogramma Groeten uit de Rainbow? Daar is dit hier een schaambob. Mag ik je vragen wat je... Kent je ook mij een beetje verstaan? Nee? Nee. Waar kom je vandaan? Oh, daar kom je vandaan. En wie bevult het in Valkenberg? Ja, volgens mij is die overgelopen naar een ander kern in Valkenberg. Ja, Cor Strijbos met zijn harem. Kunnen we nog een bank vertrouwen, wordt hier gevraagd. Die zijn er voor gehaald, Nancy. Dat is 202. Ja, ik ga eens even kijken. Ze kunnen in ieder geval nog een bank vertrouwen. De meeste lui onder ons, die kunnen dat niet meer. Want je weet, de crisis heeft een beetje rood in het eten gesmeten. Kent je nog een bank vertrouwen? Ja, we hebben een bank. Dit is een echte daarachter. Ja, wel draaien. Maar dat is een echte bank. En we hebben hier ook een echte brandtas, zo wie dat ziet. Ja, kijk eens hier. Dat is, en dat is nog één. Die kent ze vertrouwen. Maar kijk maar. Die wel nog dan? Die is zo fris geweest. Ik zie het al. Ja, dat is altijd goed. Jullie zijn het net niet, maar kijk eens daar. Dat kent ze nog op vertrouwen, die. De lekker erop, je kunt ze blijven op liggen. Goed zo knippen, ha. Hoe gaat u hier? Hey.